Het is nog lang niet zeker of er dit jaar weer een kerstijsbaan ligt op het Statenplein. De exploitant heeft zich teruggetrokken. Dordrecht Marketing runde jarenlang de ijsbaan, maar dat was te duur. En dus werd de exploitatie overgedragen aan een commerciële marktpartij. Die kreeg vorig jaar nog 90.000 euro van de gemeente, maar dat is teruggebracht tot 30.000. En dat is te weinig, vindt hij. Samen met de opbrengst van de horeca en de reclameborden lukt het hem niet om de kerstijsbaan rendabel te maken. De gemeente is nu op zoek naar een nieuwe exploitant. Er zouden zich al enkele belangstellenden hebben gemeld, maar er is nog geen overeenstemming bereikt.